herstelplan zal ik u heden digitaal doen toekomen. Ik zal enige feiten met u delen waarom de regering achter het herstelplan staat, voorzitter, en uw geacht college. Voorzitter, SLM was in 2019 goed voor een omzet van ruim 100 miljoen US dollar. En de direct cost van SLM, houdt u hard vast, die lagen tussen de 26% en 34%. De industriestandaard is 8%. U kunt zich voorstellen wat de inkomstenderving was. U kunt zich voorstellen wat de inkomstenderving was op basis van dit gegeven. Dit bedrijf is systematisch uitgehold, voorzitter. Maar laten wij vooruitkijken. En met het aantreden van een nieuwe CEO is reeds aanvang gemaakt met het saneren. Voorzitter, ik mag u informeren dat ruim 50 personeelsleden hebben getekend voor vrijwillig vertrek. De vervolgstap is om aan de hand van het herstelplan een feasible plan op te stellen door een gerenommeerd of door een internationaal gerenommeerd instituut, zodat SLM hiermee nieuwe financiers kan aantrekken. Voorzitter, nogmaals, de SLM is systematisch uitgehold, maar ik zal mij slechts tot deze informatie beperken, aangezien we in een stadium zijn om handelingen binnen dit bedrijf diepgaand te laten onderzoeken. Voorzitter, verder, SLM maakt deel uit van de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie en er zijn concrete mogelijkheden om dit bedrijf weer op spoor te krijgen.